Hij schoof bij Paul Witteman dat 3 keer in 1 minuut. Ja, ze moesten dat echt gewoon niet, want als het 1 keer leuk is, dan houden ze het zo. Ja, eigenlijk is het een beetje raar, want je zou als programmamaker, denk ik, elke keer iets anders moeten proberen. Chris Klepp vind ik daar een goed voorbeeld van. Oorlogsdeskundige, militairdeskundige, volgens mij een verrassing, kon hij echt leuk vertellen. Hij heeft veel kennis van zaken te hebben en die zat gewoon 25 keer achter elkaar nog. Dus de keuze om elke keer met dezelfde gast op te komen draven, omdat je weet dat het wel ongeveer goed zit. Ja, heeft iets lui, heeft iets risico op mij, denk ik, heeft iets luis. Dan gaan we nog even naar de Japanse televisie kijken, want we hebben inmiddels de beelden binnengekregen van de explosie. Vorige week werd het zijn brandmeester gegeven bij een kerncentrale. Dat duurt bij een kerncentrale dus niet een paar dagen, maar 9 maanden. En dat heet een cold shutdown. En het ANB op de cold meltdown. Dat is een soort verbastering van 2 begrippen die wel allebei iets met nucleaire elementen te maken hebben, maar het woord cold meltdown bestaat niet. En ja, als de Nederlandse ANP of in ieder geval een aantal kranten komt dat vrolijk van elkaar over. Daar heb ik de afgelopen maanden heel veel van gezien. Explosie heeft zich vooral bij dat deze hier voorgedaan. Tot op de dag van vandaag zijn er onderdelen van die centrale waar mensen nog helemaal niet zijn geweest. En ook geen camera's meer zijn geweest, ook niet afstandsbestuurbare camera's. Er zijn delen van die centrale waarvan we nog absoluut niet weten, alleen maar een beetje kunnen modelleren en berekenen. En op afstand kunnen berekenen wat daar dan binnen gebeurd moet zijn. 30 kilometer van die kerncentrale verwijderd mensen mogen hier niet naar binnen. Je kan niet een journalistiek verslag maken van de kernramp of een analyse van de bestrijding ervan of iets dergelijks. Maar goed, dat weten ze nu nog niet. En zelfs met Japan en als Nederlandse journalist kom je daar natuurlijk helemaal niet snel doorheen. Dus wat je doet is je laat je zover mogelijk het gebied inrijden.